Je weet het, hè? Ik weet het. De datum is er. Het kind kan komen. Het is nog niet aan te zien. Nee. Eind maart of eind februari dan is het album echt definitief klaar. En dan gaan we een heel groot feest vieren. Ja, en dan is het debuutalbum van Joseer. Er komt heel veel op te staan. En voornamelijk ook wat ik heel belangrijk vind en waar ik heel trots op ben, zijn de vier nummers van Peter Koelewijn. Die hij geschreven en gemaakt heeft voor me, mede geproduceerd heeft. Ja, het is gewoon geweldig. Ik heb vandaag het eerste nummer gedaan, dus binnenkort komt hij op TV Oranje. Het is echt een hele mooie ballad geworden. Het opvolgen van de pretjes. Dus van heel snel naar heel langzaam. Maar het is echt een topper. Productie is nu klaar. Heb je nog veel contact met Peter Koelewijn? Ja, we hebben heel veel. We hebben eigenlijk dagelijks contact met elkaar. We stijgen bij elkaar in elkaars ranglijsten. Dus ik sta nu op plaats 17, van 25 naar 17. Dus we doen het goed. Nee, we hebben heel veel contact met elkaar nog. Dus we zijn echt vrienden geworden. En ja, ik kan heel veel van deze man leren. Dus je bent nooit oud om te leren. Dus ook bij deze kan ik het leren met hem.